Tracy. Flowers. Dankjewel, is goed zo. Hallo, dit is Tracy Flowers Sheenan. Het is vandaag zaterdag 10 februari en we wachten natuurlijk met z'n allen op de Elfstedentocht vandaag. Verschrikkelijk spannend. Achter mij een jochende, joelende menigte die allemaal aan het dansen, aan het zingen en drinken zijn. Allemaal berenburgertjes. Heb ik nooit van gehoord. Het is ontzettend lekker. Het is eigenlijk een soort vloeibare hamburger. Maar dan, zal ik zeggen, met alcohol. Ontzettend lekker. En dan natuurlijk had ik wat frietjes bij gehad, maar dat maakt helemaal niet uit. Het is vandaag een bijzondere dag. Wij wachten hier namelijk onder de brug van Botle heen op de Scotters, die hier zo onderdoor moeten. Zo zie je misschien hierachter komen ze op een gegeven moment dan langs. En nou, we kunnen natuurlijk niet wachten. De tocht. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf mijn Scots aangetrokken en het tocht hier ook echt als een idioot, hoor. Ik heb er zo'n zin in, echt waar. Ik heb ook in mijn oortje een metroloog van Friesland. En even loodstroffen kan... Hallo? Hallo? Hij is bevroren. Hallo, is iemand daar? Nee. Nou, fijn. Ik moet maar zo denken bij mezelf. Het is niet erg, want we hebben tenslotte berenbolgen. We hebben tenslotte Schotsen straks. En we hebben feest. Ik zeg altijd maar zo. Nederland is nu één grote Friesland. Nederland is, zo hoe zeg je, ik ben een berenbolger. Verschrikkelijk leuk. Friesland boppen, is het niet zo? Wacht even. Nou hoor ik toch weer gepiepen. Want dan, ja, hallo? Het gaat niet, want? Het gaat niet door de tocht. Nou ja, dat kan toch helemaal niet? Hoezo, het ijs is niet goed? Het ijs is hartstikke goed, ik sta er even op. Ja, hier, het helemaal goed. Dus hier is het heel goed, hoor. Nou ja, dat kan toch niet? Zoveel mensen hebben hun best gedaan voor die Elfstedentocht. Nou, het vreemd. Nou, als niemand het doet, nou, dan doe ik het zelf wel, hoor. Wat een onzin, zeg. Dit is Tracy Flowers, Sheenan. En ik ga nu rijden de Elfstedentocht in mijn eentje als het moet. Je kunt die mensen toch niet zomaar laten wachten, die hele rit lang. Ik kan toch schatsen, wat is dat nou?